als we Ranger spullen vinden, kunnen we gewoon zijn stash gooien. Ranger spullen? Ja. Hoezo? Oh, event. Alt is Ranger geworden. Ik wist niet dat we altijd ook speelden. Ik heb heel weinig flask charges, wat even gooien. Ik weet of ik flask charges kan krijgen ergens. Oké, dit moet maar genoeg zijn. Daar is dat ding. Ik ga hier staan. Ik ga hem precasten. Jo! Ik heb niks gekregen. Ja, het hele loot ligt hier, maar. Je hebt dat die 3-tier jeweler op. Oh, nice. Ah, jeweler. Dat super nice. Nee, maar. En een gele kwartswand link. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Dat is alleen dat lightning houden. Ik ga nu wel even bewaren. Die ook moest jij ook killen, hè? Ja, Eremir wants you to kill you ook. En ik moet acquires ook amulet. Dus ik ga ervan uit dat hij dat klopt als hij dood is. So correct. This land has no time for avaricious little despots like you, Oak. Moeten jullie eerst even de... Waypoint moeten we hier nog vinden. Juist, dat was ik ook aan het denken. Ik heb hier boven een vraag tegen, of een uitroep. Dat is de 3 routes. En met de waypoint. Was een levering, neem ik aan? Ja, Western Forest. Twee. Skill points. Ja, ik moet even Aleria zoeken. Dit is interessant. Talk to Aleria voor je reward. Eremir wants to kill, wants you to kill Aleria. Decisions, decisions. Ik sta in ieder geval voor die tempel, die Val Runes. Eerst haar vinden. Dus
Even kijken. 10 notes heb ik nou. En dan zit hier. Dat is voor mezelf. Is dit? Ach, daar is hij. Goed vandaag. Damage, minions. Damage. Minions, life leech. Reliable and deadly. That was almost better than Orion. And life leech. Attack speed, attack speed. Always good. I will do about that. Yes, Tika. Was gelukt met Illyria? Ja. Kijk. Ja, dan moet je opnieuw op helft klikken. Dus daarom dat ik daar later terug heen moest, zeg maar. Ik zie een event. Altijd fijn dungeons. Ik ben ook naartoe, maar... Ik ga rechts aan, dat is sowieso. Oh, wacht even. Oké, ik ben een pre-caster. Ja. Thank you.
En een zilveren coin. Maar dat is ook nice. Dat is ook nice. Zag je dat? Hij was een link van mij. Hier is het ook niet. Oh, hier is het, deze kan op. Ik heb hier een uitgetekentje. Fascinating. Ik heb hier heel veel vijandjes. Ik ben een level up ook. Ik ben een precaster. Oké, go. Waypoint. Ja, dat heb ik al gezien. De cavernes. Oh, crash. Dan ga ik even naar de stad toe. Heb je een andere cavern of zoiets? Nee, dat. Ik heb een van die eerdere leaks heb ik toen zo'n support pack gekocht. Allemaal puur cosmetic. Ergens zie ik om zoveel tijd toch die game te spelen. Of aan het spelen ben.
vind ik voor Usmei meteen een chest voor Alt. Zo, deze even een heroï. Kijk, attack speed, evasion rating, pop resistance, movement speed, mana recovery voor flask en dexterity. Ik was even niet aan het luisteren. Nou ja, is toch wel. From Death Springs Levi. Wat houdt Global Physical Damage in? Wat hè? Wat houdt dat in? Global, 12% increased Global Physical Damage. Is het algemene damage, maal dat. Oh, dat is niet zozeer dat dat dan... Oh nee, dat is echt minion damage voor jou, hè. Ja. We moeten trouwens even terug naar de fetish pool. Fetish pool? Ja. Waarom? Ik heb een dinges gekregen, prophecy. En die geven een unique wand met plus 1 to alle spell gems die erin zitten. Increase spell damage, increase cast speed, increase maximum life, increase maximum mana en regenerates life. Nou, de eerste twee was ik al verkocht. Oh. Oh. Ja, ik vond hem ook wel interessant klinken, eerlijk gezegd. Ik wil alleen dat er een goed aantal slots op zit. Ja, een goed aantal slots en dan een van de twee dingen is wat er gebruikt wordt. Zo zonder zijn ze een firewand is. Kan ook zitten op de mudflats trouwens. We zoeken iemand die heet een rare, een dripping dead, wat is dat? Een zombie. Kill A rare dripping dead. Oké, we moeten gewoon een rare zombie vinden. Maar vinden dat we die niet overal? Ja, maar die moeten daar zitten. Oh. Dat is een dripping dead. Dat is waarschijnlijk puur voor deze area. Even dat ik ga rondjes rennen en kijken of er een kan vinden. Gooi daar maar helemaal in. Dat vind ik goed. Die gaat voor zekerheid pins, dash, kwartzwand. Die eigenlijk ook. Blauw mag weg. Is ook een blauwe, die gaan we bewaren. What little help I can offer is yours. Farewell. Ik weet trouwens niet of wij hem moeten killen of dat ik hem moet killen. Dus gewoon even zoeken, het moet gewoon een gele zijn. Gele zombie. Even, hier is mijn skill points. Ja, hier kun je toch eigenlijk niet stelen. Dus. Ik ga wel terug naar een wagen. Ik ga de fetish pool in. Ja, kijk maar front, ik ga even zoeken waar wij dadelijk heen moeten. Komt verder denk ik toch niet? Ja, ik heb in ieder geval de thread ticket.
zit redelijk dichtbij je waypoint in ieder geval. Kijk, nou is reden. Talenvoegde player's location. Oké, player location. Twee slots zitten er op momenteel. 27% increased attack speed. Dat ding is nice, jong. Jij kunt straks met krachten kijken om er een extra slot op te krijgen. Waar zit jij nou ergens? Ik ben helemaal naar het noorden gelopen waar we deze waren volgens mij. Kijk of daar nog wat zat. Ik weet niet hoe lang die nog bezig is. Wil jij dit ding hebben? Ik denk dat jij daar meer aan hebt eigenlijk. Want jij hebt meer ook speldamage, dat heb ik niet. Ik heb het eigenlijk puur alleen voor de sockets. Socket bonus. Dat is voor mij niet zo interessant. Ja, live en mana is ook leuk. Aspied is ook, ja. Dit zijn de stats. En dat is de moeite waard om te rerollen. Plus het is maar een paar sockets wat dat betreft. Plus als je helemaal slim bent, gebruik je direct die whetstones erop. Dat je hem 20% omhoog haalt. Dat is sowieso aan te raden eigenlijk. Ja, bij zoiets is het ook wel. En als je hem straks niet meer nodig hebt, dan gooi je hem in de bank, dan is het 20% voor de volgende idioot. Plus 3 link. Dan mag de volgende idioot mag de kleurtjes aanpassen. Kijk, wat zat hierboven? Daar waren we in geweest. Nee, daar moesten we naartoe volgens mij. Dat zijn de caverns. Ja, hier moeten we naartoe. Hier ging je crashen. Ah ja. Ik zou zo even de tijd nemen om dat ding te reforgen gooien. Ja, we zijn eigenlijk wel klaar met deze act. Ja. Dat je moet kijken of je nou of je iets nodig hebt, zeg maar, misschien dat ik het kan helpen. Is dit hier? Ik ga eerst even op de waypoint checken. Oh, nu crafting unlocked. Movement speed rank 1. Nou, dat ook. Pyramide omhoog? Ja, make your way to the ancient pyramid. Daar zijn we al. Ja. Of daar zijn we nou. En dan moet je wel. Vaal om, sol, kelaar. Hoeveel support heb ik al? Wacht even doorrennen.
specifiek zin zoeken? Ja, eigenlijk wel. Ik weet niet of me daar nou in vergis, ja of nee? Nee. Ja, sowieso een event. Ergens. In die hoek te komen. Niet wie deze kant in ieder geval. Als ik charges al moet om te creëren. Is dat groot al? Volgens mij niet, hè? Nee. Oké, okay, jas aan. En go. Splinter gevonden. Zolang je gevonden hebt en in je veer opzetten. Nou, was ik ook een denken. Oké, okay, hoe zal ik mijn level up? Vast gast of zoiets. Wat heb je eraan? Combine, Timeless, Mankaroy en. Heb geen idee wat ik eraan heb. Max level up. Zal wel. Een orb of bench weten. Die ook weer van de stairs af. Zijn naar boven. Zorg dat de opdracht verandert. En langs dat het wit is, klinkt. Ja, maar de vraag is of hij die brood kan dragen. We zijn al op een level dat wij items vinden die low levels nog niet kunnen dragen. Kan je hem dadelijk altijd even verkopen als je hem niet kan gebruiken? Ja, alles is checken. Het zijn maar kleine aja's dit aan, dus dan rennen we zo erin. Transmutation, oké. Okay. Level 27, hoor ik je. In het noorden heb ik nog een klein gedeelte niet. Nou, dat is het sowieso daar. Ik zit dus een... check of je nog wat zet. Nee, zo is het niet. Oké, okay, omhoog. Dat betekent dat de water aankomt. Ik klik precies op hier, ik zie een uitroepteken. Oh, uitroepteken. Ja, nee, dat is de trap naar boven, dan kom je daaruit.
absoluut. Nee. Ah, jawel, hier. Paasje. Kijk. Dat was een jewel. Dat was niet waar ik van even echt wil. Was dat een jewel? Mhm. Of een dinges? Klopt wat jewel volgens mij. Oké. Zullen we even kijken wat dat doet? Ja, dat doet wel steeds een dark waters. Ja. Ik zet die nabbetje wel van een jewel slot af. Ik heb hem niet gepakt, want ja. Spell damage rank 1. I think we could have been friends. Ja, ik ga even trash op hier naar beneden. Oh well. Nou, ik neem onze weg richting op de bank. Er is een waypoint als het goed is, lijkt. Ik ga even verkloppen. Ik heb een quest open, zie ik. Mm-hmm. Oh, ik ga niet eens even identifieren. Een vierlink chest voor pas. Vierlink? Ja. Drie blauw en een rode, 15 strength. Ja, Cobalt Jewel. 19 increased maximum mana increases and reductions to life in radius as transformed to apply to mana at 20% of that value. Oké, okay. Well, dat is voor mij niet interessant. Nee, voor mij ook niet. Ik heb geen mana problemen. Ik ga even verpissen, ben zo terug. Ja, eens even kijken hoe dat ook alweer zat. Met kracht en zo. En dan weer. Ga je dat ding zo? Ja, niet. Even kijken hoe dat in elkaar zit. Je moet eerst het aantal sockets omhoog brengen. Dat is dat die je moet doen. Dat ben ik niet eens. Even kijken. En dat doe je met. Ik heb geen idee. Links is de nummer of sockets on item. Jewels all. Ja. Ja, bam. Die slots. Oké. Oké. Dan moet je de kleuren aanpassen of de links. Maakt in principe nou niet meer uit. Ah, bam, drie keer blauw. En drie keer link. Oké. Okay. En dan moet je nog even de whetstones. Oh ja, ik heb de laatste een hele zooi verkocht. Ik heb er nog maar vijf. Dus. Ja, ik heb niet heel veel. Maar dat kan ik altijd blijven doen zolang ik ze vind. Ja, dan kun je deze vijf even geven. Ik heb ze toch niet nodig. Dus. Zet in de guildbank.
zit nu al plus 11%. Zo, heb ik nog iemand nog een witch hebben? Ik heb nog 2-3 link. You have made peace with go Dr. Wallina in your way out. Be well. Ja, dan staat daarna ik boost crafting badge in je hideout. Hallo. Je moet eerst een hideout selecten, dan moet je terug naar town gaan, dan moet je haar inviten. Hoe doe ik een hideout selecten? Door met haar te praten. Dus ik heb daar een hele lijst met hideouts die ik kan kiezen. Nou ja. Maar, oké. Ik kan daar niks mee doen, ik kan daar... Nee, ja, je kunt er eentje eventueel swappen, als je een andere geunlocked hebt. Ik heb diverse, schijnbaar. Ja, maar als ik select hideout doe, dan staat er inderdaad de draad ticket. Ja. Maar ik kan er voor de rest niks mee, ik kan er niet selecteren ofzo. Nee, maar dat staat niet bij een andere swap. Nee, ik heb geen knopjes of iets dergelijks. Oké, okay. Nee, dan kun je geen andere knopjes dan in die. Dus kun je eruit. Ja, maar ik kan die ook niet selecteren. Nee, die is dan weer die vast geselecteerd. Ik kom echt niet in die hideout. Nee, dan moet je als het goed is uit, dan kun je haar inviten tot de hideout. Dan kun je met de dampbottel kun je naar je hideout. Die staat rechts onderaan, een blauw icoontje. Ja, maar ik kan niet naar de hideout, omdat ze zegt dat ik geen hideout geselecteerd heb. Dan kan ik hier bij select hideout, heb ik de lijst van de hideouts, maar ik kan er geen selecteren. Je hebt nergens bij een hideout spot staan. Nee. Oh, ja, ik had daar een hele lijst van uit kunnen spotten. Ja, ik heb er ook een hele lijst staan, zeg maar. Ja, maar daar staan allemaal overal op bij een hele hoop stond swap. Waar zijn we die tegengekomen? Volgens mij in de vorst. Of eentje eerder misschien. Ja, eentje eerder krijg je hideout of beach. Dan krijg je normaal de beach hideout. Volgens alles zou ik gewoon naar de hideout moeten kunnen gaan, maar dat lukt me dus niet op de een of andere manier. Dus via de kampbottel kun je niet rechts aan op de blauwe krijgen. Nee, omdat ik hier zeg dat ik geen hideout geselecteerd heb. Mm. Oh, wacht. Nou doet hij het wel. Ik kon het vanuit de act 2 kon ik het niet. Ah, oké. Okay. Ik hoop dat ik er nou gewoon één keer kan naartoe kan. Nou kan ik er ook gewoon één keer. Oké, okay, nou werkt hij. Nee, dan zegt hij weer dat hij het niet doet. Kom vanuit act 2 kom ik er niet in. Oké, okay. Wacht. Sport. Er zit wel een ding dus ik hier niet bij staan. Het is wel echt wel een release lagging pen. Dus ik weet niet of ik die moet hebben. Nou, ik kan hem hebben.
Keep your life to your... Keep your life to your own. Oké, ik ben weer in Act 3. Even kijken, startlooking voor Falling Intelligence Based on Hybrid, Gear, Kill the Black Guards in the City of Sana and the Town. Wat moeten we het gaan killen? Dat is voor een bloeddorstig spel. Ze moeten zijn. Ja, maar dat kon je pas als je de gast gekild had. I don't mean to sound un... Oh, ik zie niet aan. Ja, die pakken we eerst af. Fire and cold. Maar ik kan ze wel. Ik heb daar een speciale tap voor. On a wheel. Oh, die wil ik hebben, kijk. Increase movement speed op de minions. Oh. Is niet geweldig goed, maar is echt wel beter dan wat ik heb. Namelijk niks. I will see you again. Bring me back something. Telecorder. Goodbye. Ja, je hebt er verschillende. Je hebt er volgens mij een duurdere. En er zijn er bij die dat uitgeven. Iedere 3 maanden. Oh, ik heb een supplement voor je. Gooi maar naar de bank. Dexterity, dat is voor alts. Dat is niet zo. Dat is gewoon, dat is zo kut. Hallo.
Oh, nou, ik heb geen kut aan eigenlijk. Kijk of je die kunt rerollen. Ja, maar weet je wat, het is maar een level. Maar... Ja. Probeer er 1 of 2, lukt het niet, dan niet. Hetzelfde geld heb je hem op de eerste. Ik heb een hele goede Roy. Okay. Nee, ga ik niet doen. Ik ga wel even kijken bij Burgess. Waypoint pakken. Tala. Be well. How you doing? Stay out of the shadow. Stay out of the shadows. Fate. En wat ik denk was je ook weer en wat je kan kopen voor je stash dat die tabs hebt zoals jij. Dat zijn tabs, stash tabs. Even kijken. Ik heb die currency heb ik. Die is die ga ik halen. Zo, hop. Die heb ik sowieso, die currency. Die map heb ik. Die essence heb ik. En die fragment heb ik ook. En die Venetian heb ik ook. Maar dit is denk ik wel de belangrijkste, die currency stash. Kun je al die currency in een speciale tab flikken. Dus deze. Hoe moeten we naar buiten eigenlijk? Welke heb je nou weer, jongen? Wat liggen? Slims. Ik heb sowieso die 9-11 operator die ga ik bekijken. Waarschijnlijk maandag. Oh, die zat toch niet in de mond die? Wel. Was die een aanbieding daar? Even kijken. Discus leek mij volgens mij wel leuk. Ik heb even installeren. Alvast. En die 9-11 operator die. En sfeer, zo kijken. Oh ja, oké. ik heb nog niet vooruit betaald. Zo, ik zit in de slums te wachten. Dus ik wacht wel doordat hier is. Kijk. Een game die we binnenkort moeten spelen. Survival Sandbox game. Daar heb ik een key voor gekregen. Ik vind het gewoon altijd leuk. Sluts, die zat hier boven. Oh, Moonlight ook. Oh, kijk. Dat is een goed begin. Oké, ik ga pre-casten. Oké. Okay.
Holy kut. Dat is die pijn. Niet veel bijzonders. Maar het is wel een vierling. Dus ik kijk nu wel even voor. Ik heb een overfrikant eruit gehaald. Hier binnen de kaart heb ik trouwens ook een stash tab. Dus mocht je er in plaats van de kop komen, moet je zeggen dat het waar is mooi. Nou, kom maar goed. Kunnen we daar niet een guild tafel openen of iets anders? Nee. Jammer. Even kijken, goed is het. Enter crematorium. Finish trial and kill PD. When you build something like this, you make persecution a way of life. Dat kan heel erg interessant zijn. Een slot, energy shield, maximum life, maximum mana, movement speed. Oh. Alsjeblieft. Ja. En daar zul je wel wat sokketjes bij moeten zetten en zo. Dat we erin zetten. Niks belangrijks. Ik die 200 regels las. Ja, ik ben ook aan het kijken voor de specters, die heb ik nog niet. Die spel nog niet. Zal dadelijk wel komen. Ja, denk ik. Oh, ik heb hier de dinges. De trap. Oh, is dat ook naast mij gewoon.
On the night of a thousand ribbons, our finest city burned. It burned with fires lit by cruelty and neglect. It burned with shame for giving the title of emperor to a man who did not deserve it. Ow, stand thick. Yep, laugh at the pain. Iedereen blinken. Oh, de zaltboot is veilig kunnen. Allow your wisdom to be tempered by the flames of the past. Bij mij is het kerst nog altijd al. Trouwens. Ja, soft trials. Daar sta ik in de stad, moeten we dat eigenlijk doen voor mij. Ventjes, dus die kunnen we eerst achter. Oké. Okay. Voor mij mag je. Helemaal niks gevonden. Jij wat? Ik had 3 van die icoontjes, maar dat was maar 1 popje wat daadwerkelijk kwam. En dan vond ik een vaal splinter. Zolang niemand in je vinger zit, hè? Oh, hier is er een tap. En een kruisje. En een uitroeptekentje. Let's see if Rayclast has been good to you, witch. Dat is goed. Enough of this. Ja. Get sewer key in town. Oké. Okay. Ik kan nog wat doen, hè. Moet er doen, Clarissa, denk ik. Oh, wat krijg ik hier allemaal? Kijk of daar iets zit wat ik moet hebben. Die of elements is sowieso fijn. Collectivity lijkt me op zich niet heel verkeerd. Maar ik pak purity of elements sowieso. Die ik niet kan gebruiken, godverdomme. General Gravisius demands strength before. Telecorder. Yeah, that is actual. Bring me back something nice, eh? Yeah, I'm going so long in. Yeah, you still didn't do that. Be careful. Now you must. Not Ogre. Something caught. The boots for me. Goodbye. Mm-hmm. Ja,
Die hebben we nodig. Stash. Die hebben we nodig. Die hebben we nodig. We kunnen 4 slots op een boot, hè? Ja, volgens mij 4 is max. Ja, 4 is max. Moet ik hier boots met 4. Nou, ik zit in ieder geval op 2 nou. Heb je toevallig nog van die gems waarmee je ja, gem slots. Die heb ik. Kijk. Kan ik het nog 10 keer proberen. Ja, als je dat hebt, zou ik dan even stoppen. Ah, luister, waarom moet ik die dingen anders voor gebruiken momenteel? Dit is een uniek. Ja, dat is ook zo. Hier ga ik waarschijnlijk een hele tijd mee rondlopen, dus. En dat is dan denk ik wel weer het voordeel van een wand, daar heb je met die slots nodig. En dan sta je, Wacht eens even, armen nog. Scraps, dan kan ik de quality mee omhoog gooien. Ja. Zo. Kijk, 4 slots. Wat kunnen we erin gooien wat 4 slots gebruikt? Even zoeken. De Spectre, die ik niet heb. Weg. Good luck to you. Ik kan het dus onmiddellijk flikkeren trouwens. Oh, ik moet die dingen natuurlijk ook nog linken. Ik moet de kleuren goed zetten. Ik heb je de offshore teruggegooid. Drie blauwe links heb ik erop zitten nou. Maar dat is nou iets wat het moet zijn, dus. Heb je toevallig ook nog van die linkdingen? 2. Maar ik had er ook niet zoveel van. Volgens mij is het oké. Oh nee, ik heb 5. Valt me nog mee. Kijk, in 1x4. Mooi. Krijg je de 4 terug. Mooi. We moeten even kijken, wat gaan we erop gooien? Dat is blauw, 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 rood. 3 keer blauw, rood. Drie keer blauw, groen. Blauw, blauw, groen, rood. Ook niet. Niet. Ook niet. Ook niet. God man, 4 keer blauw weer. Heb je ook nog van die kleurtjes? Ach, jong, jij kreeg het tilde. Nee, ja, dat is gewoon. Wands blauw is vrij logisch. Dus de kans dat je in 1 keer krijgt is heel groot. Ja. Ik moet even kijken wat de maximum rolls erop zitten. Of de goede rolls erop zitten, of juist niet. Oeh, ja, daar heb je er veel van, gek. Mm-hmm. Zo belangrijk er niet. Kijk, en dan krijg ik het weer in 1 keer. Die dingen voor jou die brengen me meer geluk. Ja, we moeten eerst je eigen stap gebruiken, anders werkt het. Even kijken, dat is de zombie. De zombie speed. De zombie support. Ja, ik moet er nog meer op gooien. Ik moet er nog iets op gooien. Gewoon strooien. Melee physical damage, meme of empower. En ik gebruik in plaats van meme gebruik ik momenteel roofless, maar roofless heb ik maar eentje van.
misschien beter iets anders. The Monkey King has built his throne on your back. A throne of gold and gem, polished with blood and tear. Throw up the Monkey King and his shining privy before your back is broken. Dat zo. Blauwe zachtst toch? Ik ben ook naar het ergste ding is. Minje speedsport. Deze daar aan doen. En we komt dat weer goed kings te spelen. Dat is mooi. Even kijken. Dat is Golden Action Adventure Casual in the RPG Simulation Early Access. And survival. Hele slechte rol erop. Hij heeft 42% extra energy shield van de 60, okay. Van de 40 tot 60, en hij heeft 6% extra movement speed van de 5 tot 15. Maar dat kun je rerollen door. Dat is het ook. Kijk, erbij.
De Divine Orb. Oké, dat is een gezichtje. Heb ik die? Die heb ik niet. Oké. Ja, is gelukkig. Ja, nee, is ook. Oké, ik ben zo. Slums. Waar gaan we naartoe? Slums weer. Oké. Ik vind voornamelijk die movement speed vind ik belangrijk. Dat beetje extra einde met je shield vind ik niet zo interessant. Nee, dat ben ik niet eens. En kan ik hopen dat ik niks in de guild stash kan leggen? Zou je gewoon moeten kunnen normaal gesproken. Oh, dat is het gedeelte. Kijk nog. Nee, laten we hebben. Volgens mij zijn daar verder geen instellingen voor. De kill. Ik ga hier staan. Dan ren ik direct naar onder toe. Ren je dan naar linksboven en dan naar rechtsboven? Ja, kan. Oké, ben zover. Erin slepen en loslaten, normaal gesproken. Het gewoon slikken. Quest item. Rust moeten we allemaal vinden. Dat liggen allemaal hier? Ja, hier in de sewers. Oké. Heb je nog wat interessants gekregen van de event? Nope. Ik heb weer zo'n timeless shawl of iets dergelijks gekregen. Ik weet niet wat ik daarmee moet eigenlijk. Is dat lightning ball? Verder die grens. Maar dus dat level dat je ze kunt verder kan plaatsen als je het merkt. Ik zie het. Hier kijken, hier even een get the marketplace waypoint. Dus dat we de uitgang die hier vinden, dat is fijn. Moet je niet dat ding openmaken die Dat is ook hè? Die dingen, bij de waypoint zat dat ding. Als jij dat kijkt, kijk ik hier niet meer. Oh, ik heb hier iets van een icoontje.
tijdens de Undercity Hideout. Zit je ergens? Rechts boven. Ik zie jou niet eens. Hier ben je geweest. Oh, en daar is het nog. Is oké. Ik heb gevonden waar we dadelijk heen gaan. Oh, hier ben je. Ja, daar rechts zie je als goed een icoontje. Geen idee wat het is. The Blackguards will never stop us. Hideout moet ook leren. Oh, dan zul je deze hideout blokken om dit te gebruiken. Kijk of je het zo lang in je eigen stash kunt gooien al. Hideout unlocked. Undercity hideout. Kijk. Keep your life to your own. Goodbye. Oké. Okay. Je zegt in eerste instantie terug naar town en daarna moeten we de marketplace waypoint. Dan weet je eerst gewoon de marketplace waypoint gaan doen en dan naar town gaan. Maar ik moet even kijken of ik toevallig ergens een strength note heb die ik moet pakken. Nee, tuurlijk niet, heb ik dat niet. Ah, wat logisch. Daar ben ik al. Kom maar, ik ben al. Je hebt de marketplace ergens ontdekt. Niet hier. Ik zie de waypoint. Ik ook. Nou, terug naar town voor skill point. Skill point goed. Je moet er in een leven. Don't do anything I would. Een nieuwe prophecy pakken. Touched by the wind. Even kijken wat dat is. POE. Touched by the wind. En wat is dat? Orbital transmutation. Oké, dat is goed te doen. Finish the time of ascendancy. En nu wil terug naar de marketplace die overblijft. Kijk, daar was zoeken waar we in moeten. Oh, begonnen. Oké. Oké, dan was ook weer de moeite waard. Nou, ik heb wat leuks voor al straks. Gooi ik even een guild stash. De laatste. Dit is puin, dit is puin. Puin, dit puin, de rest allemaal puin. Ja, en ik heb een skill point. Dat is nooit puin. Okay.
Zo. En jij zat bij de marketplace. Ja. Dan weet je aan je staat, zet je. Oh, hier moeten we zeker direct zijn. Ja. Even kijken. Finish the title of the sender scene. Captains. Oké, doen we. Oh, heb je hier een dinges? Een corrupted zooi. Ik kom er wel aan. Ik weet alleen niet hoe ik er kom, maar ik klik hier ergens. Volgens mij kom je er weer aan jouw kant. Ja, ik heb hier in ieder geval de trial. Dinges, ik zit goed zo. Volgens mij wel. Ik durf even niet zeggen wanneer. No Man's Sky is dit jaar. 27 juli als het goed is. Inclusief VR ondersteuning. Yay! Ja, zo eerst dat verhaal denk ik in doen. Waar is de trial dan? Iets verder naar boven. Dus kan ik dadelijk zo heen lopen met je. Ja, klopt, mijn vriend dat net zo'n groot special aan kan hebben. Dat weet ik even niet. Moet ik het sparen voor een holdtas dan? Kijken of er iets interessants is, is van mij maar. Ja, bon. Krap. Ja, maar poep. Oké, 2020. Ja, zeg 2021. Laten we daar even bouwen. An emperor cannot allow himself to become buried in the shadow vaults of self-doubt. Ow. Cannot allow thoughts of imagined disaster to spin about inside his mind like so many splintered beams. An emperor cannot see the terrors of complexity with his eyes set firmly. Ik liep met ze mee, maar ik liep gewoon, hij stond op me, dus ik liep niet snel genoeg om van hem af te lopen. Dus ik zag hem gewoon lekker mooi in tweeën. Er staat een portal naar de krachtingsspeed hier in de trial. Hij is het loeren. Hij neemt zijn tijd trouwens. Elemental damage with attacks rank 1. Wat? Het blijft bij mij wel loden. Het is altijd aan het loden. Ja, ik weet niet of dat ook betekenis. Ik doe even een dagbeinding. Spelen! Oké, waar is een invite? Ah,
Oh, ze hebben iets te doen voor jou, Koyen. Een fast donkey computer. Die pakt ook. Oeh. Dat vind ik niet erg met zijn Connie. We hebben meestal geen probleem. Het is meestal Chris die het probleem is. Zo heb ik er geen probleem mee. Was de kast denk ik zo hard mag sluiten. Heb je een portal op een rood? Ach, ik loop de hele tijd langs jouw portal af, omdat die rood is. Je hebt de, ik ben aan het zeggen, je hebt de kracht niet gepakt. An emperor must bear two blades. Hope in the left hand, surety in the right. Nou wel. Even kijken. Enter Battlefront. Get away from the captured captain. Oh nee, kill captain. Wat moeten we hier doen? Eigenlijk voor de rest nog. Ja, nu moeten we naar Battlefront doen. Is dat vanuit hier? Naar buiten. Ja? Weet niet. Nee, is gewoon buiten volgens mij. Dat was ook weer de map. Nee, dat is via Marketplace, volgens mij. Lijkt wel. Ik pak de waypoint. Hop, de halve poort. Ik zie daar wel. Oh, ik heb hier een uitroeptekentje. Oh, en ik heb hier een event. Ook nog. I no longer need fear. Destiny is seen to that. Oké, dan zijn we weg. Je leidt een pijn, Jack. Ik heb hier gele silk circle. Ja, ik zag het. Dat is net op kamer. Wil jij misschien hebben? Waarschijnlijk wel. Ja, ik heb kijken of ik er nog een linkje. Nee, waar is nou zoek? Oh ja, dat is ons waar we nou zoeken. Ik heb een dinges gevonden, een proxy die lag op de grond. Een wat? Een proxy lag op de grond. Weer zo lang aan het laden. Oh, ah, je komt er dan wel uit.
was dit gebied, ja. En wat moeten we hier doen? Die captain killen. Mijn body is aan de verre. Ik zie sowieso een waypoint dan een uitgesteken. Ik denk dat ik eerst voor de waypoint ga. Lijkt me verstandig. Het is al. Dat was de captain die moest hebben. Ah. Ja, die ligt me dood. Even kijken, go to the docks. Ik pak het noordelijke gedeelte wel. Oké. Heel veel gele zooi, maar geen ruimte om het op te pakken. Het is een beetje vol hooi. Ik denk niet dat ze docks. Nee, dat is de tempel waar we straks heen moeten. The shadow whispers and simpers at the Monkey King's feet. When the Monkey King puts his back to the sun, it is the shadow that leads the way. The docks. Switches you away from the docks. Sowieso een optional quest om daar naartoe te gaan. Ja, hier moeten we ook wat killen. Opgraven. Die kaptein duurt, hè, wat was het? We gaan er in ieder geval iets mee doen. Een keer zo op. Godverdomme, ik klik er langs en jij biest hem weg. Je bent.
eerste zilver coin. Mooi. Serieus, je eerste pas? Ja. Ja, in deze league. Wat was dat, die Crimson Jewel? Ga ik zo kijken voor je. Is die een league of zo? Ja, blauw. Dus niks super belangrijks natuurlijk. Ligt er al aan wat voor stats erop zitten. Kijk, 9% bottom life, 2% attack speed en cast speed. Ja, interessant dus. Ik ben klaar met precasten. Alles gekregen is een shard. Dat is niet interessant. Oh, ja, ik heb daar ook. Dit is. Ik heb een essence gekregen waarmee je een heel item kan maken. Voor algemene speldamage. Als je die wil hebben. Kan je inventory ook nog groter maken? Nee. De gewone inventory kun je niet groter maken. Maar daarvoor heb ik dan bottles. En je stash en guild stash. Ik kan niet of je guild stash groter kan maken. Oh, je hebt pijn. Ik weet niet wat we hier moeten killen eigenlijk. Ja, er staat bij Search Dogs, maar ik vind het wel aan het zoeken dan. Kijk, mezelf te zien. Het zal wel uitbetekenen of iets groenstalig te zien zijn. Links heb ik een boekje liggen. Hier rechts loopt helemaal hartstikke dood. Hier heb ik een uitroepteken. Er staat geen plusje bij Guild Stash, maar misschien zou jij daar linken. Maar kan, of kan en leak misschien niet. Of Guild Stash kan niet. Nee, dat was niet hetgeen wat ik zocht. Dat is sowieso de waypoint. Ik pak even de waypoint terug naar huis, want ik moet eigenlijk even spullen dumpen. Ja, maar dit is wel het ding wat ik moet hebben hier. Die Sulfide. Het groene ding. Daar op het ja, ik heb de quest nog altijd open hoor. Ja, ja, maar dat is een andere quest. Snel met die dupe-prater. Die zit hier. Ach, vergeefster is hier. Dat is die optional quest. Ik ga eerst even verkloppen, ik vind het goed. Oh, dan kun je, had je gewoon mee kunnen praten trouwens. Dat is gewoon een nieuwe quest die ik krijg. Hello. What's up? What do you want? Hagen is a man. Go with courage. How you doing? Don't do anything I would. Welcome. Okay.
The sea witch whispers sweet nothings and calms the hearts of unlikely allies. Sea witches deserve a bustle of all day. Ik kan wel guild slots. Is dat guild member slots? Guild stash step was 50. Dus hij is in ieder geval uitgebreider. Ja, daar ging ik eigenlijk al vanuit. Battlefront en dan de tempel. Je hebt met die verkrijgers nog gepraat? Ja. Weg. Waar zat die tempel eigenlijk zo weer? Greetings. What's going on? Nog twee leveltjes. Dan heb ik 8 zombies. Don't do anything I would. No. Dan ben ik... Oh nee, ik heb 9. 9 zombies. 9 is max. Oké. Dat heb ik allemaal. Dat ga ik zo meteen ook gewoon eens even pakken. Dat heb ik. Oh ja. Still point. Dag. Even kijken. Ik zie Royke lopen. Ja, la 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 la. I see. I'd love to see the insides of this spell. I can't abide housework. Talk to Lady Diala. Ik zie 2 fans. Eerst even de linker pakken, oké? Worden ze condemned? Wacht. Physical damage op weapon. Kun je dit hier nog kleren? En dan kunnen we wat mee betreft. Nou, dan blijf daar ik maar even staan. Of is dat een klein hondje? Nee, jij gaat er door. Oké, go.
Een Robi-ring. Een Robi-ring? Een Robi-ring. Ik heb twee dingen ingrediënten van wat. Wat is de andere? Nee, ik heb maar drie zo. Kijk wat de ring is. Increased attack speed while ignited. Increased cast speed while ignited. 25% chance to be ignited. Nou, daar zie ik er gewoon wel van in. Er zit ook fire resistance op en al die shit, dus je kunt het echt wel beter hebben natuurlijk. Maar dan nog, grappig. Oh, die moet ik hebben. Ik moet de C-bitjes hebben. En waar zitten die? Oh, daar moet ik niet naar kijken. Wil ik een meerdere kopjes tegelijk aan hebben, dus. Oeh, zo fijn. Ja, maar je wil niet dat ze een beetje oplopen, denk ik. Maakt het niet uit. Ah nee, je kunt natuurlijk kiezen wanneer je de volgende begint. Wat moet hij eigenlijk doen? Ja, en dan de sluisdubbels en dan Lady of we moeten met Lady Yalia praten, maar ik weet niet of dat die twee zit. Het zal wel. Is een spookje in je kelder vast? Nee, dat was ik fucking buurt toen je zichzelf kilde. Een dom en zo. Heb je nog niks gezien? Ik heb hier in ieder geval een event. Ja, wacht maar even. Volgens mij heb ik het hier bijna gehad. Dan kom ik erop. Maak maar even af. Ik heb wat verder gekeken, maar er is niets al opgesplitst. Dus als je zegt, nou, laat maar. Ik kom je ook handen op, want ik weet niet waar het hier naartoe gaat. Het blijft me doorlopen.
Draai ik links hier? Nee, dan moet je dadelijk nog een overzicht naar beneden. Je kan een andere beneden. Ja. Oh, je komt er gewoon over. Ja, nee. Teleport, hè. Fair enough. Sneaky, sneaky. Ik moet eigenlijk even wat ventjes hebben, want ik heb geen charges. Dan moet je daar doorlopen. Daar ben ik niet geweest, dat ik op die kruising. Oké, hier is... Lijken. Nog maar lijken. Ik heb meer dan één charge nodig, jongens. Kom op. Zijn. Ik ben weer terug aan het lopen, zo langzaam als ik ben. Ik zou daar even die kruising les aan leggen. Hier ongeveer. Begint de predikansen. Ja. Daar ging hier opeens heel rot. Je staat een bocht op. Dat is chaos damage die hun doen. Wow, en weer dood. Dat is goed, ouwe. Zo, ik niet het idee heb dat ik squishy ben of zo. Nee, maar dat is die chaos damage. Dat gaat dwars over het zee. You and what is that you have? Ik pak het rare, die ding wel. Goodbye. Believe me, I'm not a cockroach. Pretty as porcelain, but her mouth spins like the potter's wheel. That's how I once described Diala. Yet on this day, my lady is as ravishing as a nightmare, radiant as the fullest moon. I awoke, feverish and barely conscious. I tear down the walls that imprison the mind. That is what the gems do. That is their true virtue. I awoke, feverish and barely conscious. I set to drawing. Ik zie staan dat we naar de sewers moeten. By morning, my fingers ached, my eyes burned, and still I found no rest. Yep. The reverie commanded its rendering. The reverie device now stands completed. I've placed the first of my maps within its receptacle. I've taken my maiden voyage into nightmare. I know now that which sent me this precious gift. It knows me. Expects my return. It would be foolish to disappoint. Malachi. Ik even tot de banken. Kraften. Oh.
kan hier een kwast oppakken bij Grigor. Oh. Oh, ik kan gewoon praten met Grigor. Goodbye. Ik heb je een portal uitgegooid bij de Soerzooi. Let me tell you. En ik zie een darkrooms skitter across the pages of the tome, concealing the Whisperer's allies. Enter Ebony Barracks, get waypoint and kill General. Nou, Ebony Barracks zijn we nou. Nou, waypoint, dat lukt ook al, denk ik. Mm-hmm. General is volgens mij gewoon dobbel. Die staat volgens mij boven aan de trap. Oh, wel. Kom eraan. Daarmee blijkt me als ik met een geringe milliebeeld te werken. Dat kan. Yes. Je hebt milliebeelds en die werken ook heel erg goed trouwens. Flikkerstrijd bijvoorbeeld. Impurity of lightning.